Dit is die, de Zuiderling, vandaag gepresenteerd in bijzijn van eerstejaarsstudenten van de Hogeschool Rotterdam. Inwoners van Zuid kunnen elkaar op deze manier diensten leveren, maar ook organisaties in de wijk, zoals hier de Karnissentuin. We hebben hier heel veel te bieden en we hebben heel veel hulp nodig. En dat is allerlei soorten hulp. Dus ik heb bijvoorbeeld ingesteld van hier in de wijk, schoffel je fit. Dat betekent dus dat mensen een kwartiertje minimaal komen schoffelen. Die leren ook het vak van schoffelen, want het is echt een serieus vak. En er valt hier heel veel te schoffelen en in ruil daarvoor krijgen ze iets terug. Wij verkopen hier dus niets. Volgens de initiatiefnemers is er al veel belangstelling voor het systeem. Maar ja, hoe kom je aan je eerste Zuiderlingen? We hebben een systeem waarmee je per sms lid kan worden. Je meldt je aan bij ons nummer, bij 3010. Dat kost je eenmalig 4,50. Daar hebben we ook algemene voorwaarden voor. En vanaf dat moment ben je voor eeuwig lid. Kost je verder niks. En vervolgens heb je direct 6 Zuiderlingen op je saldo. Zoals ook in het echte betalingsverkeer zal de papieren Zuiderling maar minimaal in omloop zijn. De betaling gaat per sms. Vraag en aanbod lopen via een website. Eerstejaarsstudenten die een financieel-economische studierichting gaan doen, zien wel brood in het systeem. Heel praktisch kunnen wij onze kamer laten verven en wij kunnen dan iemand helpen met hun belastingaangifte of ja, iets in de financiële wereld. Dat mensen uit de buurt die bijvoorbeeld toch niet zo lekker in de buurt geen contacten hebben, die kunnen hier toch mooi aan de slag voor tuinieren of nog een komkommertje mee plukken. Vanaf vandaag is de Zuiderling te gebruiken. Voorlopig alleen op Rotterdam-Zuid. Maar een oversteek naar Noord wordt niet uitgesloten.